Jullie hebben heerlijke snoepjes beneden en die ga ik allemaal opeten. Doei. Zorg dat de andere confetti dus opgeruimd wordt, anders krijg je dus dit. Nou, heb je dat kind overstuur gemaakt? Heb je nou je zin? Dit wordt spannend, jongens. De tijd tikt. Ja. Oh, lekker smakelijk dit, jongens. We gaan snel naar Pip toe. Ja, ik denk dat het laat is, jongens. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Ramon en je kijkt naar het kanaal van De Bakkertjes. Zoals je ziet, Jesse en Sam die zijn er niet. Een tijdje geleden hebben Jesse en Sam op computer gezien dat je escape rooms hebt. En misschien kennen jullie dat wel. Escape room is een plek waar je in opgesloten wordt. En dan moet je binnen een half uur of binnen een uur moet je proberen via raadsels en puzzels proberen de kamer te verlaten. Hun wouden dat heel graag doen en dat heb ik nu voor hun georganiseerd. Ik heb het helemaal zelf bedacht, dus ik heb echt geen idee of het te moeilijk is, of te makkelijk is, of te kort of te lang. Ik weet het niet. Daar gaan we zo direct achter komen. Hun weten dat ik een escape room in De Bakkertjeskamer hier zo heb georganiseerd. En ik ga ze nu halen en ik ben heel benieuwd hoe hun het met z'n tweeën gaan oplossen. Ik ben er wel bij. Als het goed is ga ik geen enkele hint geven. Ik ga het alleen maar filmen en kijken hoe hun samen proberen om deze sleutel die zo direct hierin zit. Kijk hoe die er nou al in zit, maar zo direct gaat dit slotje erop. En dan moeten ze proberen binnen een half uur een sleutel te krijgen om daaruit te gaan. Voordat we verder gaan, als je nog geen abonnee bent, ga dan zeker even abonneren. Het kost helemaal niets. Dus abonneer en klik op het belletje om geen enkele video van ons te missen. Dan krijg je altijd een melding wanneer er een nieuwe video komt. Elke maandag, woensdag en vrijdag. Dus zeker abonneren en op het belletje drukken. Maar nu ga ik de jongens halen. Sam, doe deze om. Doe om, snel. Yes. Doe deze om. Helemaal naar boven toe. Papa, waarom? Ja, waarom? Ik ben niet papa, ik ben snoepjesmonster. Maar hier naar boven. Helemaal naar boven. Loop maar daarin. Nam, 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 nam. Ja, snoepjes. Hij zit nou echt op slot. Oké, luister. Wat wouden jullie heel graag? Ja, een escape room. Escape room. Nou, die heb ik voor jullie georganiseerd. Ik ga jullie niet helpen. Ik sta er wel bij. Ik ga filmen. Jullie moeten het helemaal zelf oplossen. Oké. Okay. Wat is er aan de hand met jou? Ja, onze powerrider was op. Dus we dachten, ja, we kunnen wel wat sneller. Dus we gingen de hoefenbord keer tegen mijn powerrider aanrijden. Dat ik in één keer keert naar voren toe ging en toen knalde ik om. Ik ben het snoepjesmonster. Ik heb jullie opgesloten op jullie kamer. Jullie hebben heerlijke snoepjes beneden en die ga ik allemaal opeten. Sam vindt dat echt. Ik heb ze geteld en er zijn er wel 30. Elk minuutje eet ik één snoepje op. Dus na hoeveel minuten zijn alle snoepjes op? 1 minuut. Na 30 minuten zijn alle snoepjes op. Hoe eerder jullie weten te ontsnappen, hoe meer snoepjes er voor jullie overblijven. Na een half uur zijn dus alle snoepjes op, Sam. En ga ik nog één groot snoepje eten en dat is jullie zusje Pip. Dat staat hier, hè? Dat doe ik, hè? Dat is een... Jullie tijd gaat nu in. Oh, Pip! Oké, Hoe doe ik de bakjes? Ja? Voor mij hoort hij juist op. Maar volgens mij hoort hij juist op. Dit? Ja, dit is een goede. Ja. Ja. Ja, we moeten. Oké, kijk. We zien hier onder. Zo heel goed zijn. Zo heel goed mijn vuist. Maar het is een escape room, hè? Het is niet gaan zoeken. Het zijn hier allemaal opdrachtjes. Yes. Ja, die hoort. Ja, die wordt slag, denk ik. Oh. Kijk, hallo. Ja, deze wordt daar. Hier zo. Die wordt. Die, ja, oké. Okay. Oh nee, dat moet ik niet. Maar het maakt dus niet zo. Sam,
Het is niet zo dat we... Ja, alleen dan hier nog. Of ja, kom eens. Huh? Ja, dat, ja. Zo, we zoeken wel heel snel. Yes. Zo, en... Ja, nou, ik zit hier best vaak achter. Oh, hier zo. Oh, hier zo. Oh, daar. Ja, we hebben iets nodig om iets... Ja, ik lees het. Ik ook. Iets, misschien iets slimmers. Eigenlijk wel. We hebben alles. Wat? Maar we hebben alles. Wat moet je doen? Ja, gaat op straat. Wacht. Oh, wacht. Als je iets om gaat draaien... Heel slim, Sam. We moeten gewoon alles omdraaien. Ja, we moeten iets racen, want daar staat... Sam is onder. Sam is over een lekker muziekje erbij. Jullie hebben nog 20 minuten. Dus 10 snoepjes zijn op. 10 snoepjes zijn opgegeten door het snoepjesmonster. Oh, Sam, jouw snoep, jongen. En straks is Pip, die wordt ook opgegeten. Ja, echt waar, Sam? Eigenlijk 31 minuten. Ja, Pip is 31 minuut. Nee! Drama! Drama! Maar wat zijn je ballonnen daarvoor rijken? Geen idee, ik heb het niet opgehangen. Nee, snoepjesmonster gedaan. Nee. De snoepjesmonster? Jij hebt het bedacht. Yes, ze zit erin te zoeken. Dus ze hebben gewoon lekker in zijn neus te stoppen. Achter de confetti. Dat is confetti. Er zit helemaal niks achter de confetti. Oh, zo ben jij. Alles lekker mee voor je. En dat ook nog ineens. Oké, jongens. Als je zo gaat doen, vaders en moeders. En je doet ze met confetti, zorg dan dat de andere confetti dus opgeruimd wordt. Anders krijg je dus dit. Top. Dat was ik eigenlijk gewoon vergeten op te ruimen, jongens. Maar top dat jullie dit doen. Heel mooi voor de effect. Ja, de monster moet opruimen. Ja, monster. En mama. Mama monster bedoel je. Waar is nog meer confetti? Is het misschien verstandig om hier niet te gaan kijken? Achter de confetti. Ja, ik dacht dat dat even hoorde. Maar weet je wat ik zie? Een naald. Zo, pas op voor de puntjes, hè? Naald? Waarvoor heb je naald? Waarvoor heb je eigenlijk naald? Misschien voor deze ballonnen kapot te kunnen. Oké. Okay. Dat is goed. En die. Mag ik die andere? Alleen deze twee zitten met water. Die kunnen we ook kapot gaan doen. Alleen is hier wel nat. Dan kunnen we dat beter op het laatst gaan doen. We hebben niks gevonden. En dus je moet verder. Dus, je moet ook iets vinden. Ja, oké. Okay. Sam zit op een geheime missie van de snoepjesmonsters. Monster. Ja, ten eerste, dadelijk ga je doei tegen je snoepjes. Nou heb je dat kind overstuur gemaakt. Heb je nou je zin? De snoepjesmonster eet alles. Dus ik heb niks over stuk gemaakt. Wat heeft het rat gedrapt? Ik snap het niet. 7! 7, ja! Oké, ik heb... Oh nee, zit... Er zit een confetti op zijn wondje. Dat is een heel feestelijk wondje, is dat, jongens. Oh, lekker smakelijk dit, jongens. Allemaal mensen die thuis in flauw vallen. Oh, ik weet het. Ja, ze schrijft ons 7. Ja. Maar misschien zit hij onder iets. Nou, onder. Nee. Oh, wel. Oké. Zit zelfs onder mijn nek. Boven krijg je vieze handen. Boven krijg je vieze handen. Oh, slijm. Nog 8 seconden, jongens. Of nog 8 minuten. Oh, echt? Hij heeft daar zoveel snoepjes op. Mm-hmm. En zit er in de bak slijm. Oh, ik hou van slijm. Ik wist niet dat we zoveel slijm hadden. Dus Sam, pak jij die? Ik kon die eens lekker voor. Het is voor mijn
maar meer water. Waterachtig. Ja. Boven hier, hier zit echt slijm. Eww, de slijm? Dan moet ik het niet omdraaien. Ga naar de... het strand. Oké, okay, maar ik, deze laat ik wel erin zitten. Ik heb geen strand. Ik vind dit lekkere slijm, ik wil hem houden. Ik Monster, ook... mag ik hem houden? Nee. Oh, een puntje zie je? 5 minuten. Ja, maar hier zit ook weer niks op. Nog een puntje. Ja, jij hebt ook een puntje. Ja, ik denk toch dat ik het weet. We hebben hier voor mij ergens daar een strandboek liggen. Ja, kijk. Dit gaat allemaal over stranden. In Bravo, of Costa Bravo. Ik ken dat helemaal niet hoor. Ik zag niet voorbij komen hier. Wordt het zo dat er gaten in zitten? Dat is een heel oud boek. Maar, gaat in? Ja. Dat is een heel oud boek. Hoort dat? Tot er gaten in. Oh, Sam. Nog 3 minuten. Okay, ja, dat is waar. Nog 3 minuten. Er zitten gaten in het boek. Ja, ik zal het even voor de kijker goed laten zien dat die gaten in zitten. En hier zitten dus... Hier zitten... Oh, hier kan je het beter. Kijk, hier zitten 1, 2, 3, 4 gaatjes. Als ik een hint moet geven, moet je jullie zeggen. Hint. Oké, okay, sta deze bladzijde om. En kijk eens goed van boven naar beneden, links en rechts, of jullie iets door die gaatjes heen kunnen zien. Ja, ik wist, ik keek dat al. Oh ja. Dan schrijf het even op, anders de letters die ja, je ziet. Ja, ik zag een A. Een A. Nou, schrijf de A op. Pak A. Een pen en papier. A. Ja, kijk hier, een A. Nee, begin. Je moet altijd van links naar rechts, van boven naar beneden. Hè? Ja, de volgende is een C. Pak een pen, pak een pen. Jullie C. hebben nog 1,5 minuut. Daar, de pen. De H en de T. Oké, hier op een papier. Hier? Oh, dit wordt spannend, jongens. De tijd tikt. Ja. De H. Eerst ja. A had je? Ja, A. De H. En de? A. A. Ja. A. A en de C. C. En hoe heet dat? De T. Je moet van boven naar beneden en van links naar rechts. Zo schrijf je altijd. Wat is de eerste letter die je ziet dan? Dat was de A. Goed zo. Haast. Ja, haast. Klopt. We hebben nou nog 40 seconden. Wat komt er naar de A? 8. Ja, goed zo, 8. Oké, jullie hebben een 7 en een 8. Ik ga jullie een hint geven. Jullie hebben nog 20 seconden. Wat was er boven? Hoeveel blaadjes waren er boven? 3. Dus het is 7, 3, 8. 7, 3, 8. Nog 7 seconden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jongens. Op dit moment wordt Pip opgegeten. En nog erger, jouw snoepjes zijn opgegeten, Sam. Oké, 7. Pip ligt toch in bed. 3, 8. We moeten heel snel, want Pip is in haar kamer. Is het al een goede sleutel? Dat zou helemaal grappig zijn. Als... Ja, maak die deur nou gewoon open! Ja, je nakt dan. Jij wordt opgegeten en wat doe jij hier zitten klunsen met een deur? Nee, gelukkig doe jij het stukje beter. Ja. Oké, okay, nou we gaan snel naar Pip toe. Ja, ik denk dat het laat is, jongens. Oké. Okay. Als laatst was ze op haar kamer. Oh. Oh, please, please, laat ze nog leven. Ze leeft nog, jongens. Gelukkig. Waar is het snoep? Het snoep, de snoepbak. Oh nee. En? Nee. Is dit alles? Ja. Mag kijken? Sam, alles is opgegeten door het snoepmonster. Nee, goed, dan moeten we samen delen. Dit is drama, jongens. Nee, nee. Zo is het hoofd er toch even. Nou, jongens, als mensen nog geen abonnees zijn, dan moeten ze zeker abonneren. En natuurlijk... Doei! Yes.